het levens van Rolf op een gegeven moment dat mensen soms de neiging hebben, dat herken ik wel, om allerlei gurus te volgen, boeken te lezen en ze zei ja, en dan worden er ook op die putjes gegraven. Maar wat bedoelde jij ermee? Nou, wat je veel ziet gebeuren. Als je weer even terug naar de, kijken naar de werking van de mind. Wat wil de mind? Weer even hè, naar het beginpunt. Die wil door. Dus wat hij niet wil, is iets uitzoeken tot op de bodem. Want dan loop je het risico dat het uit elkaar valt. Dus wat die liver doet, is gewoon even ergens ingaan. Niet te diep. Weet je wel? En dan, oh, dit klinkt ook ongeveer zo. Dan, ah ja, dan doen we dat. En zo kan die gewoon de hele tijd zo een beetje verschuiven. En dan maakt hij je wijs, zou ik maar zeggen, van ja, we zijn met hetzelfde bezig. Want dan hoor ik dan ook vaak van ja, maar jullie zeggen allemaal hetzelfde. Ik denk nee. Maar ja, weet je wel, iemand die, sorry, ik bedoel het niet beledigend, maar zijn ogen dicht heeft, die ziet dat niet. Want zodra de term bewustzijn valt, is het allemaal hetzelfde. Nou ja, goed, andere discussie. Maar je kunt zien dat die mind zo gewoon de hele tijd door zo'n pretpark aan het gaan is. En nou, we lezen dit boek en dan lezen we een ander boek. Er was een reden voor dat er in bepaalde stromingen een tekst aan iemand gegeven werd. Meestal niet zo'n hele lange. En daar ga je in afdalen. Ieder woord totaal doorgronden. Nishagadatta zei zelf al een keertje, als je één uiting van mij totaal doorgrond, ben je eruit. Maar wat doen we? We lezen liever 10 boeken van Nishagadatta. En dan gaan we ook nog Ramana lezen. En dan Punjaji is ook cool. En dat heb ik ook gedaan. Hè? Dus zo werkt de mind. Meer. En dat is een ander gevaar, dat het een soort consumeer gebeuren wordt. Terwijl het eigenlijk bedoeld is als een soort mes om door de fabric of illusion te snijden. Nou, één mes is genoeg. Het ging er niet om een hele collectie aan te leggen. Het ging erom dat ik er doorheen kwam. Dus daar zitten tricky kantjes aan. Tegelijkertijd, ja, het gaat zoals het gaat. Ik zal overigens nooit tegen iemand zeggen, je moet alleen maar naar mij luisteren. Of iets dergelijks, want het is een beetje ziek. Maar ik zou iemand wel aanraden, en dat heb ik ook vaak genoeg gedaan, van als jij nou een boek hebt, weet je wel, wat jou echt pakt, lees het, herlees het, herlees het, herlees het. En koop niet ieder Advaita-achtig boekje wat maar uitkomt, want it won't help you. Doorgrond één boek nou is werkelijk totaal. Lijkt mij beter. Dan kan ik de vreugde van verlichting ook bevelen. Oké, dank. We moeten ook niet vergeten namelijk dat op het niveau van het organisme, vrijwel alles wat wij geleerd hebben, hebben we geleerd door herhaling. Je kunt niet in één dag lopen, weet je wel. Je krabbelt overeind, je valt op je bek, je staat weer op en ABC en zo op school. Again and again and again. Maar bij dit soort dingen hebben we vrij vaak de neiging van, ja, ik lees iets en dan snap ik het wel, zo informatie. Maar dan is het nog niet, ik zou bijna zeggen, fysiek geworden. Niet dat je dat kunt, maar als je nou echt, het zou zomaar kunnen dat er hier iemand zit die echt zijn ego wil laten sterven, zou ik maar zeggen. Als je dat nou echt zou willen, dan geef je al je aandacht, totaal, 100% en continu aan stilte.
die er de hele tijd is, waarin dit geoude hoer opklinkt. Maar als je net zoveel aandacht gaf aan stilte als aan je mind activity, dan is die denk ik binnen een week dood. Ik denk eerder. Maar goed. Laat het ruim nemen.